In De Vliegende Vlaming neemt Pascal Nasus het deze week op tegen Matthijs Schepers in de tweede halve finale. Maar eerst even terugblikken op hun voorrondes. Pascal Nasus ging de strijd aan tegen haar collega, huizenschatter Peter Vermeulen uit De TV-makelaar. En rem. Ondertussen, volgas. Deze keer dus verkeerd ingeschat, Peter. En tap. Want Pascal ging er als een pijl vandoor. 1, go! Ik heb wel gas gegeven, dat moet ik toegeven. En dat resulteerde in ambiance in de cockpit. Oh, Pascal, yes, Pascal! Yeah. En ook in een verdiende plaats in de halve finale. Yeah. Matthijs Schepers dan. Die duelleerde tegen Bram van de Putten van Jim TV. Bram maakte echter iets te veel fouten. Rem. Oh, die banden. En daarbovenop had hij af te rekenen met het fenomeen Matthijs Schepers. Jongen, perfect roodje. Come on. Okay. Een competitiebeestje, die Matthijs. Voilà, de finesse van Pascal Nasus tegen de sportieve agressiviteit van Matthijs. Mooie cocktail. Is er sprake van een zekere stress? Ik maak ze kapot, man. Hij denkt dat hij heel snel is, omdat zijn tijd natuurlijk veel sneller was dan de jouwe. Hij heeft 1 minuut 29,5 gereden. Jij hebt 1:36,2 gereden. Dat is een zestal seconden verschil. Maar bij jou was het 's ochtends vroeg en kletsnat. Voilà, luister maar eens goed. Bij hem was het iets warmer in de namiddag en zo goed als droog. Dat maakt een groot verschil. Dus ik verwacht niet dat het verschil straks zo groot zal zijn. Matthijs, mijn onschuldige hand heeft besloten dat jij eerst moet rijden. Zo niet onschuldig die hand. Matthijs, veel succes. Ja, oké, merci. En dan nog snel even de tegenstander zenuwachtig maken. Veel succes. En je ziet in de slow motion dat ze zo'n injectie geeft in je schouder. Waardoor die naam niks meer kent. Merci. En nu succes ermee. Ja, merci. Hè. Opgelet, Pascal. Van onnozel doen naar bittere ernst. Een kleine stap voor Matthijs. 2, 1, stap! Wow. En hier remmen, ja, en draaien. Maar in dan mooi de bocht, hè? Goed bezig. Dat is wel een bocht waar je snelheid kunt halen. Nee, gas, en remmen. Daar gaat hij snel, hè? Oké, beetje gas. Beetje. En vol gas. Oh, hey, geef eens wat tips, wat kan ik doen? Gas geven. Ja, en remmen. Amai. En remmen, ja. En hier, goed kort. Er is meer grip, je weet dat je sneller door de bocht kan. Maar je rally cross, jongen. Piepen, dat is niet zo goed, hè? Heel hard piepen is niet goed. Rustig blijven ademen. Goed gefocust. Ja, één gang. Ja, hij gaat er ook voor, zeg. Pas op, iemand komt niet heel snel. Oh, we gaan even uit de weg, want hier komt zelfs een wagen voorbij. Of die banden, jongens. Shit. Kom aan. Opschakelen op 3, hè. Ja, gas. Nice. Stop. Hey, jongens, je kreeg. Ja, dat moet volstaan. Okay. Ze zijn er precies gerust in, die twee heren. Pascal niet onderschatten, denk ik dan. Is die Matthijs mee? Hangt die Matthijs eraan? 3, 2, 1, go! Go! 3, 2. Volgas. Eerst de bocht. Ja, en nu remmen. Dat stuurt ze goed. Dat is een delicaat. Meer remmen. Ja, en gas. Oeh, beetje onderstuur. Dat is wel een foutje. Beetje remmen, Pascal. Ja, daar gaat ze goed door, hè. Echt remmen. Ja, oké. En volgens. Dus ze weet dat het ervan afhangt. Meer remmen. Echt remmen. Ik denk dat daar het moeilijkste punt is. Dat maar. Ja, daar ben ik wel door het zand. Ja, en gas, volgas. Volgas, en remmen. Ja, en gas. Gas. Volgas. Kom, we zetten ons een beetje op kant, want zo meteen komt hier een zware racer voorbij. Oeh, daar verliest een beetje tijd. Volgas. Super. Laatste bocht, super. Makkelijk. Stop! Dat was spannend. Dat blijft toch wel spannend, hoor. Ja, je weet het, maar ik weet het niet. Ik ben een graf. Dat is niet eerlijk. Spannend. Vrienden, ik moet zeggen, het waren twee schitterende rondjes. Jij, Pascal,
Jouw rondje in jouw eerste reeks, zeg maar, was 1.36.2. Ja. Nu heb je 1 minuut 25.4. Dat is dus hallucinant snel. Maar meestal begin je altijd bij de eerste en dan de winnaar is een tweede. Niet altijd. Niet altijd. En dat zal ik nu bewijzen. Ja, inderdaad. Matthijs, 25.4, hè? Jij hebt de ronde afgelegd in 1 minuut 23.4. Ah, gefeliciteerd. Goed. Dank u. Merci voor de slipperkes, want anders... Matthijs verzekert zich dus, dankzij de slipperkes, na Liesbeth van Bredam van een plaats in de finale. Voor een derde en laatste finale plaats wordt volgende week gestreden. Dat was echt een hele goede ronde, Matthijs. Proficiat. Heel goed gereden.